Welkom bij de Privéflits. Jan, wat hebben we deze week? Deze week in privé: Bartine Koeman vecht tegen kanker. Sandra Remer zet een punt achter haar carrière. En Rob Campus nog steeds achtervolgd door vrouw met baby. Ja, Bartine Koeman. We hebben foto's in de privé deze week. Een prachtige, stralende, krachtige vrouw. Ja, ze was samen met haar man bij Litouwers vorige week bij dat 51ste concert in Ahoy. En het was een verrassing dat het paar daar kwam, want begin dit jaar werd er borstkanker bij Bartine Koeman geconstateerd. Ze zijn de afgelopen maanden door een hel gegaan. En je kunt in deze privé ook de foto's zien van het grote verschil. En je ziet dan ook inderdaad wat medicatie met je kan doen inderdaad. Maar het gaat weer een beetje de goede kant op. Het is halverwege de kuur, hè? Begrijp ik. Ja, het gaat een beetje goed weer, zegt ze. En het is een prachtig interview van collega Edwin Bredius. Ja. Die heeft ze gesproken. Ja, maar wat een spanning moet dat zijn ook, want hij is natuurlijk trainer bij Feyenoord geworden. En, dat moet een enorme druk op het gezin hebben. Dat trekt een wissel natuurlijk ook op je werkzaamheden, op alle gezinsleden natuurlijk. En ze hadden vooral heel veel moeite, zeggen ze, om het aan hun kinderen ook te vertellen natuurlijk. Ja, ja. Maar ik begrijp uit het verhaal ook dat Bartine vertelt dat de afstand is ook wel even goed dat hij als voetbaltrainer aan de slag is. Tuurlijk, ik bedoel, want hij was natuurlijk thuis. Daar zit je er bovenop en het is natuurlijk ook, het geeft even wat lucht in het gezin ook inderdaad. Ja. Ja. Maar vooralsnog, het gaat weer wat beter met Bartine en dat is een mooi bericht. Dat is goed nieuws. Sandra Remer, kwam jij tegen bij? Bij Wicked, de musical van Joop van den Ende. Ja. En ik dacht, nou, ik ga eens even gezellig met Sandra praten over een nieuwe cd of leuke televisieprogramma's. We kennen haar natuurlijk als kroepoekje bij Jos Brink, was ze bij Wedden dat. Dat is een hele tijd geleden. Dat is heel lang geleden. Jij zei zo even al in het voorgesprek, ik heb lang niks van Sandra gehoord. Nee. De laatste tijd horen we helemaal niks meer van haar, want ze heeft eigenhandig maar even een punt achter haar carrière gezet. Ja. Zij vindt namelijk de hele showbusiness een nepwereldje. Goh. En daar voelt ze zich niet in thuis. En ze zegt, als je nou kijkt naar foto's van vroeger, uit die werden dat tijd bijvoorbeeld, dan zie je dat ook aan mijn ogen. Ik voelde me er gewoon niet in thuis. Het is een mechanisme waar ik niet mee kan handelen. Ja, hoeveel mensen denk jij nou wel niet dat met datzelfde gevoel rondlopen in die showbizwereld? Er zijn er natuurlijk heel veel, want je hebt natuurlijk toch een beetje valsheid nodig. En je moet een beetje overdrijven, je moet netwerken. Sandra wil dat absoluut niet meer. Zij is erg spiritueel ingesteld. En daar richt ze zich ook heel erg op. En ja, dan het eerste wat je dus moet doen, zegt zij, als je met spiritualiteit bezig bent, dan moet je je ego aan de kant zetten. En dat heeft ze maar even gedaan. Ja, maar ik zou zeggen, waar leeft ze dan van? Waar leeft zij van? Zij heeft natuurlijk nog altijd wel royalties van bepaalde platen. En zij heeft een eigen stichting, hè? Ze heeft de Sandra Remer Foundation, daar is ze heel druk mee bezig. Nou, er zullen ook wel via allerlei kanten ook nog wel geld die kant uitkomen. Ja. Oké, nou tenslotte, vorige week hadden we een verhaal over Rob Campus en een mevrouw die zegt dat ze een baby heeft van hem. Ene Mona Lisa. Ja. Ja. Het is een beetje een warrig verhaal aan het worden, want Rob die zegt van nou, ik heb al lang aangeboden om een vaderschapstest te laten doen. En een mevrouw die beweert dat dat helemaal nooit is aangeboden. En ze dreigt nu voor de rechter en hij dreigt haar weer voor de rechter. Nou ja, goed, hij dreigt haar voor de rechter natuurlijk vanwege natuurlijk stalken. Hè? Ja, want daar gaat het eigenlijk haar over. Van, ja, het is een heel moeilijk ingewikkeld verhaal. Nou, daar is de laatste episode ook nog niet van geschreven, want als ze voor de rechter verschijnen, nou, dan moeten ze beide met de billen bloot natuurlijk. Hè? En dan is er natuurlijk ook nog de vraag die heel veel mensen zich stellen van, nou, dat is nogal wat, je hebt 2 weken een relatie met een meneer of je hebt een leuk contact met iemand en dan opeens is er een kind. Ja, ik zou me als Rob Campus ook wel een beetje belazerd voelen. Hoe voel je je dan genaaid? Ja. To be continued. We gaan volgende week verder, Jan. Absoluut.